allemaal. Welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven de Remus. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. Want ik zeg het u, gisteren heb ik redelijk wat kilometertjes ook voor jullie gemaakt. En al. Ik ben de vlog al in elkaar aan het steken, dat is ook al goed. Het duurt 3 uren, dus ik ga sowieso nog een keer hier langs moeten komen. En, zeg het. Voor het up te laden. Maar nu ga ik mijn vaderdag halen bij Attecorner. Dus portefeuille mee. Dat hier, mijn gsm, mijn sleutels. Dan kan ik al vertrekken naar mijn vader toe. Vader dags cadeau halen en dan samen met Bea, samen met Chris, gaan we het dan opleveren. Jawel. Dus ik ga nu richting Attecorner. Voilà. Deur toe. En ik ga jullie ook één ding zeggen. Fans, als jullie toch in mijn vlogs toch goed kijken, dan weten jullie toch waar mijn auto staat. Dus ik stap toch niet direct. Dus hier is mijn parking. En dan stap ik toch nog altijd een stukje verder dan mijn parking. Nu hebben we het begin van mijn parking getrokken. Nee. Ik sta op plaats nummer 13, een ongeluksgetal. Voilà, ik ben bij mijn auto aangekomen. Heel snel de cadeau gaan halen. Oh, fuck. Haar schoenen staat er ook nog in. Is er ooit iets gebeurd tussen de twee? En M&M, ik heb u nu niet nodig. Voilà. Dan zouden we hier nog met een auto ook nog een keer eens leegmaken. Al heb ik al gesorteerd. Oh. Ze laten toch altijd van alles achter in een auto. We laten echt alles achter in een auto. Niet leuk. Niet leuk. Voilà, ik ben vertrokken richting Attecorner. Subiet is er nog iemand bij mij. Toppie. En ik ga één ding zeggen. Oh, het was wel heel leuk. Dan die fietsers hier weer rollen. Geen één op de fietspad. Geen één. Geen één. Rij alsjeblieft op de fietspad. Ook als wielrenner. Want jullie houden het verkeer op. Dank u. Ja, zie dat. Jullie houden echt het verkeer op, echt waar. Dit zijn dus taferelen wat hier in Alken gebeurt. Kijk, zelfs gaat de rode lichten ook nog op rood en die rijden door rood, hè. Of toch niet? Maar ja, heb je fun voor het erachter blijven te rijden. Taferelen wat dus hier in Alken dus gebeurt. Dus dat ze niet op de fietspad rijden, dat ze dat niet willen. Ik snap het gewoon niet. Wordt de fietspad dan zo overbodig? Ik denk het wel, blijkbaar. En hier gaan ze ook weer al op de straat. Ja, heavy fun. Voor daar achter blijven te rijden. Jongen,
Voilà. We zijn nu bij Attecorner aangekomen. Ik zie jullie zelfs allemaal terug. Yo. Zo, hier bij Attecorner terug buiten te zijn. En ook mijn vaderdags cadeautjes gaan halen. Ik zal het jullie eens laten zien. Voilà. Ziet het ze aan. Hier is ze. Van Attecorner. Oh, la 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 la. Wauw. En ik ga ook mijn katjes weer verwennen. Ja, mensen. Er is weer al iemand op komst. Onze Chrisje is op komst. We gaan dan weer een hele leuke dag beleven. Mijn camera even uit. Goed dat ik nog terug richting... Ah nee, dus ik ga al richting... wachten. Ik weet niet waar Chrisje momenteel is. Dat is het probleem. Dan ga ik maar een gym eens afbreken. Mensen, ja, we zijn hier weer al bij de weers aangekomen. Weer een kleine natuurwandelingsje. Het is wel niet tenderend weer. Dat is wel niet. Maar het is wel droog. En de temperaturen laten het ook goed toe. Ik ben hier met Chris. En met Bea. Hallo. Ja, hallo Bea. Ik krijg het niet. Bea krijgt haar tas niet toe. Jawel. Ah. Denk ik. Hier een heel klein vogeltje. Zo tussen de boompjes. Zag jullie het? Oh. Kijk eens, en mensen, kijk eens wie ook bij ons is. Hey. Alles hi. Goed? Goed met jou? Ook. Dat is cool. Allee, geniet nog maar van de natuurwandeling, hè? Ja. Oké. Okay. Jij ook, hè? Ja. De natuur kan toch zo mooi zijn, mensen. Ik word er echt heel stil van. En daar is een vlinder. En ziet dat zo mooi eigenlijk dat gras is. Of wat is dat eigenlijk, dat geel? Of granen. Granen, juist. Granen. Dat was ik aan het zoeken. Het woordje granen, mensen. En ik hoorde ik. En de vogeltjes. En nu gaan we zelfs achter de mensen hun achtertuin moeten wandelen. Ja mensen, ik ken deze wandelroute. Echt, dit is zo mooi. Ja mensen, 6,3 kilometer hebben we gewandeld hier bij de weer. En Zonhoven. En ik ben bezweet. Maar maakt niet uit. Weer al chapeau voor mijn schat dat hij het toch heeft uitgewandeld. Dus proficiat, schat. Dank je, schat. Voilà. En voilà. Dan kan ik nu vertrekken. We gaan nu even naar een winkelje toe om wat drinkjes gaan te halen. Zo mensen. Ik heb mijn schatje hier afgeleverd bij haar thuis toe. Ik ga nu richting naar mijn thuis toe, want we hebben ook nog samen gebarbecued. Salut, Lucas. Ja, dus ze gaat nu de deur te doen. Voilà. En dan wacht ik nog altijd af tot zij volledig binnen is. En dan kan ik vertrekken terug richting mijn thuis uit. En dan ga ik nog een klein babbelje slaan met jullie. Even kijken, hè. Thank you.
voilà, ik ben weg bij haar thuis. Tot morgen, schat. Tot morgen. Want morgen zien we elkaar alweer al terug. Ja, ja. Dus, wat heb je dan vandaag allemaal gedaan? Dus we hebben een natuurwandeling gemaakt. Ik en Chris en Bea. Daarna zijn ik en Chris en Bea nog even naar mijn thuis gekomen. Om even op het gras samen te zitten. En te socializen natuurlijk. Maar ook nog altijd met elkaar. En dan kwam even ook Cindy erbij zitten. Het was ook heel gezellig. Tot 4:30. Ja, toen zeiden we, ja, het is al wel 4:30. Fuck, ik moest wel lekker zijn om 4:30, hè. Ik zeg, ja, ik kan er niks aan doen, hè. Ja, het is groen en dat haal ik jammer genoeg niet. Ja, maar... Voilà. En op M&M is goede muziek bezig. Nee, deze liedje niet. Een ster. Ik heb hier regelmatig uit dat, dus, dat de fragmenten zo wat in één keer bruut stoppen en terug worden opgezet. Dus er scheelt iets met mijn gsm-kabel, waardoor dat thuis een keer ook wat afspringt. Dus. Maar dan zet ik het wel onmiddellijk, maar ook echt onmiddellijk terug op. Zeker alleen maar. Maar wat ga ik dan nog vandaag doen? Ik ga dus naar Enzo Knol kijken. Ik ga naar... zeg het. Ja, Enzo Knol kijken van gisteren en die van vandaag. Want gisteren heb ik die nog niet helemaal uit kunnen kijken. Maakt niet uit. Vandaag nog de dag. Nog een avondje. Dan gaat jij doen, auto. Gaat jij achter mij staan? Nee. En deze kruispunt hè, van Hasselt. Krijg je toch altijd de stuipers op het lijf, jaagt dat mee. Waarom? Wel van, ook van deze lijn hier, want de meeste, hè, oh, die... Die pak je dan daar de binnenkant. Dan gaat die in één keer over die volle lijn erover. Ja. Ik zal u dat eens binnenkort eens kijken. Als ik eens hier als eigen zo stil kan staan. En dat is ook eens filmen. Niet filmen hoe de auto's het nemen. Maar gewoon filmen hoe de strepen zijn op de weg. Dan hebben jullie ook zo wat nog in een beeld. Bij deze. Ik heb de laatste tijd... Zoveel jeuk aan mijn neus, hè. En dat komt gewoon, hè, door mijn mondmasker. Wat ik nu even nog niet kan vertonen. Misschien bij een van mijn volgende rooilichten. Nee, daar is ook groen geworden, juist. Het is altijd zoiets van, ja... Ah, hier is het rood. Vallessen. Kijk, ik kan jullie het eens laten zien. Yay! Zo, en dan moet ik dat hier zo draaien. En dan is het weer al groen! Ah! Terug omhoog. Vertrekken. Ja, komt hier weer al los. Ja, dat is dus de Cycle TV mondmasker. Wat ik ook aan heb dan, ook op mijn lessen, komt weer voor een reclame te maken. Ik ga misschien binnenkort er al eens zelf eens ook eens laten trekken en laten maken. Dus, bij deze hebben jullie het nu ook gezien. Ik hoop dat jullie mij voldoende hebben verstaan. Dus, wat ik heb gezegd. Hier staat dan Cycle TV op. Dat is puur, maar ook puur voor reclame dan te maken. Bijvoorbeeld als ik ook op, aan het lessen aan het volgen ben, dan zit die mondmasker ook op. Ja, ik was die ook wel regelmatig, dus geen enkel probleem. Er zit ook deze keer ook een nieuwe filter in. En het is weer vol rood. En dan wordt het groen, groen, groen.
En ik ga u één ding zeggen, de zon is weer vandaag. Ja, nu toch. En ik heb ook nog een lekker heerlijke barbecue gegeten. Dankjewel, de mama van Bea. Daar hebben we letterlijk en figuurlijk één ballonje gevormd van 10 personen. En dan heb ik nog een vraag. Stel dat er iemand symptomen heeft van corona. Wat moet je dan doen? Dus die geeft de symptomen door, bijvoorbeeld via WhatsApp. En die vraag zegt, ja, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Ik weet het dus ook niet. Dus mensen, help mij. Laat het hieronder in reacties weten wat je juist moet doen. Als je bijvoorbeeld via een berichtje of zo, of via Messenger, dus, of WhatsApp, of een andere contactkanaal waar ze u kunnen contacteren. Wat doet je dan? Zeg je dat zij dan onmiddellijk naar de dokter moet gaan? Stel dat het nu 's avonds is, direct onmiddellijk naar dokter Van Macht. Of zeg je van, nee, ga direct naar het ziekenhuis toe om u te laten testen. Ik weet het niet. Want er zijn zoveel regels telkens keer ene keer erbij gekomen. Dan zijn ze weer aan het versoepelen. En nu hoor ik dat bijvoorbeeld dat er als er in een gemeente een besmetting opkomt, dat ze ook een volledige gemeente in lockdown kunnen zetten. Amai. Is dat waar of is dat niet waar? Ik weet het totaal allemaal niet meer. Want ik volg het allemaal niet meer zo op. Want het wordt mij allemaal iets te veel bij deze. Dus, en ik kom nu stilletjes ervan dichter en 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 dichter bij mijn woning. Amai man, een keer ga ik nog zeggen, dichter, dichter, dichter. Ah ja, juist, de zwarte / bruine zakken moeten weer morgen buiten. Ja, dus vandaag, als de vorige zon aankomt, staan mijn bruine zakken ook buiten. Ik heb hier ook nog een upgrade gedaan in mijn wagen. Hier hangen nu ook overal plastieke zakjes waar je je eigen afval kan dan deponeren. Dus als ik passagiers heb, bijvoorbeeld. Dan moet ik dat ook allemaal niet meer aanraken met mijn handen. Ah, dat is allemaal slim gezien. Dus zo ga ik nu ook al mijn ticketje van de Brunos weggooien. En niet op de grond, maar in de zakje. Voilà. Dan heb ik hier nog iets. In het zakje. Voilà. Dan heb ik hier nog iets. Wow. In het zakje. Voilà. Dat is ook weer al opgeruimd. Opgeruimd staat netjes, zeg ik altijd. Oké, dus nu al even verplaatst van de ene plaats naar de andere plaats. Maar het zit al in een zak. Wat moet ik dan doen met die zak? Hup, te gewoon afscheuren. En dan kan ik het thuis weggooien. Mooi man. Voilà, ik ben thuis aangekomen. Ik ga me nu parkeren op de parking. Cindy is thuis, Mirjam is thuis, Jan is thuis, Alice is thuis. Maar Alice haar auto kennen. Oh, die verplaatst zich bijna nooit. En ik verplaats me zoveel. Ook echt zoveel. Ik ga jullie nu laten. Ik hoop dat het toch nog een leuke vlog is geworden. Ik heb na de natuurwandeling niet meer zoveel gefilmd. Omwille van de privacy redenen. Dus ik wil ook niet waar ik dan op bezoek ga. Dat ik daar ook ga filmen. Maar ik ga kijken. Als ik wel ooit in de toekomst daar wel kan filmen. Dat het daar ook wel weer al wat losser is. Noem maar op. Ik ga nu ook de tabletkabel ga ik pakken en dan ga ik dus richting naar binnen toe. Ik ga ook direct mijn drinkjes ook nog nemen, dat heb ik juist gevoeld. Ja, dan ga ik ook nog naar de wc toe. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen, vergeet hieronderaan niet te abonneren. Vergeet
Dus als je abonneert, dat is volledig gratis. Ik ga dat jullie zeggen. Dat is integraal volledig, maar ook echt volledig gratis. Ook als je op het belletje drukt, dan word je op de hoogte gehouden als er een nieuwe video is gekomen op mijn YouTube-kanaal. Dus het abonneren zelf is volledig gratis. Op het belletje drukken is ook volledig gratis. Maar als ze ooit hieronder ook lid komt te staan, lid worden, dat kost geld. Dus bij bepaalde YouTube-kanalen heb je dat. Dat je een knopje hebt met lid worden. Lid worden kost geld. Wij van Cycle TV proberen toch de vlogs en al ook nog altijd gratis te doen. Je kunt ook nog altijd gaan doneren op www.cycletv.be. Daar staat een doneerknop. De website gaat ook binnenkort nog eens heel hardhandig aangepakt worden. Dat moet ik ook nog doen. Er staat zoveel dingen op mijn programma. Dat ik soms eens denk van, Dimitri, wat zeg je toch allemaal mee bezig? Maar ik ben contacten aan het proberen te leggen. Ik zoek ook nog, wat ik ook eigenlijk nog zoek, is een vrijwilliger boekhouder. Dat ze mijn bedrijf ook kan opstarten. Iemand dat we dan eerst vanaf nul beginnen. En dat we dan ook zo kunnen uitbouwen tot echt een mooi bedrijf van Cycle TV. Want ik heb zoveel mooie ideeën ook nog in mijn kop wat ik wil uitwerken. Maar daar heb ik sowieso een btw-nummer voor nodig. En die btw-nummer kun je alleen maar krijgen als je gaat studeren als boekhouder. Voilà, bij deze. Ik ga jullie laten. Van die zakjes, dat bedoelde ik. Dus met die zakjes. Dus hier kun je dan je afval in deponeren, ziet je? Dat zou ik ook nog even laten zien. Dit hangt nu echt daar eentje, hier eentje. En dan daar ook op mijn dashboard. Dat is zachtjes genoeg. En ziet dat hier. Hier ligt er ook nog een hele deel. Dus voilà, jullie zijn ook weer op de hoogte.